om in dat linkerrijtje te komen moet voor Koninklijke HFC wel alles meezitten. Het moet zelf winnen van Jong Twente. En dan moeten er verder ook nog wat concurrenten verliezen. Tamires met de eerste schotpoging, de eerste doelpoging voor de Haarlemmers. Schmid namens Twente is Hols kwijt. De onderschepping van Boer, maar de bal niet lekker weg. En dan de kans voor Schets. En dan is het met dank aan Wilfert en aan doelman Van Rossum dat die bal er niet in gaat. Opoku. En Tamires schampt, maar de paal voorkomt de treffer voor Koninklijke HFC. Tamires met de vrije schop. De kopbal is van Wessel Boer, een uitstekende redding van Sonny Stevens. En zo blijft het 0-0. Is Koninklijke HFC wel de betere ploeg? Jong Twente al gedegradeerd, maar wil natuurlijk nog best wat van die laatste wedstrijd maken. Het schot van Beren te slap om Stevens te verontrusten. Bijna rust. Sterling is weg. Sterling de 16 in. Gaat over het been van Brobby. En scheidsrechter Van den Eyck zegt strafschop. Brobby zegt ik deed niks. Ik denk ook niet dat hij het met opzet deed. Verdonk schot zegt Opoku moet hem nemen. Ja, ja, er is contact. En de strafschop is terecht. Carlos Opoku, de verdediger, 14 keer scoorde die. Het is zijn afscheidswedstrijd voor Koninklijke HFC en hij mist de strafschop. Stevens pakt hem. Carlos Opoku, volgend jaar Rijnsburgse boys, maakt niet zijn 15e van het seizoen. In de tweede helft gebeurt er heel lang heel weinig. Vlak voor tijd Delano Grotenhuis namens Jong Twente. Is Noordmans kwijt? Dan grabbelt Van Rossum en maakt Siebe Schets de 0-1. En gaat Jong Twente met de zege aan de haal uit Haarlem. Dit is geen goed keeperswerk van Van Rossum die Box mocht vervangen. Bosveld neemt afscheid met een overwinning met Jong Twente. Maar dat gaat wel de derde divisie in.